Ildis Polak Bigli, minister van Buitenlandse Zaken, neemt deze week deel aan de speciale CARIFORUM Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken vergadering op St. Kitts en Nevis. De vergadering wordt gehouden in het kader van de voorbereidingen die getroffen worden om te geraken tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de ACP-landen. De soevereine staten uit Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Zuidzee maken deel uit van de ACP. Deze landen, waaronder Suriname, hebben een overeenkomst gesloten met de EU, welke de ACP-EU-Cotonou-overeenkomst wordt genoemd. De overeenkomst verloopt in 2020 en in augustus dit jaar zullen de onderhandelingen aanvangen om te komen tot een nieuwe samenwerking. De landen behorende tot het Caribisch gebied zijn verenigd in het CARIFORUM. De CARIFORUM Raad van Ministers vergadering is cruciaal omdat het de laatste is waarop CARIFORUM lidlanden hun visie met betrekking tot de toekomstige relatie met de EU en binnen de ACP naar voren kunnen brengen. Deze visie zal worden vastgelegd in het CARIFORUM onderhandelingsdocument. Het is goed dat Suriname haar belangen veilig stelt en gereflecteerd kan terugvinden in het slotdocument. Dat stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken via het NII in een persbericht.